Wie hebben we in de studio, Jan? Voor mij hebben we Mike Ott vanavond in de studio. Een hele goede avond. Hey, goeie avond. En niet alleen Mike Ott. Heel zijn band. Hele band, ja. Want dat was de afspraak, dat weet Jan niet natuurlijk. Vorige keer hebben wij een afspraak gemaakt met hem. Van, we waren eigenlijk een beetje enthousiast over... even kijken hoor. Was jij nou of een van de twee had een stukje muziek meegenomen? Van de, was jij, hè? Ja, klopt. En we waren zo enthousiast over de muziek dat we gezegd hebben... Nou, kom maar hier met je band. Dat willen we wel eens even meemaken, dat hele gebeuren. Dus vandaar dat ze er met z'n allen zijn. Voor mij was de laatste keer dat ze hier waren in november of zo. Nou ja, dat was... Ja. Volgens mij is dat november geweest. November geweest, hè? Ja, zoiets. Maar volgens mij is in de loop der tijd behoorlijk wat gebeurd. Want ik heb wel dingen voorbij zien komen op Facebook. Iets van voorprogramma's waar je in hebt gestaan en dergelijke. Ja, nou ja, ik, zoals de meesten wel weten heb ik dit... Nu heb ik natuurlijk meegedaan met The Voice of Holland. Dat was ook de reden dat ik bij jullie in het programma was. En ik heb toen inderdaad in december heb ik het voorprogramma van Guus Meeuwis mogen doen. Samen met mijn andere teamgenoten. Dat is gebeurd. En vooral, ja, ik heb er heel veel optredens aan overgehouden. En er komen nog heel veel optredens aan. Zeker nu in de zomer. Wij gaan weer naar Frankrijk een week, onder andere. Helemaal geweldig. Ja. Om daar in 8 dagen of 7 campings te spelen. Dus dat is, ja... Jeetje, ja, geweldig. Gewoon eigenlijk uitverkocht. Dus gewoon. Maar wat jouw toekomstbeeld, is dat met de jongens gezamenlijk aan de gang? Of solo projecten ook? Of wat we kunnen van jou verwachten? Nou ja, uiteraard is hoofdzaak is eigenlijk Indigo Wings. Dat vind ik het belangrijkste. Kijk, wij maken al meer dan 5 jaar muziek samen. En, ja. Ja, daar beleven wij. Het is het leukste om met z'n allen te beleven. Kijk, in je eentje op een podium staan is ontzettend leuk. En zeker op het moment dat er een hoop publiek is, maar het is nooit hetzelfde als het plezier delen met. Geeft wel weer een beetje ander gevoel, hè? Ja, en ik deel dat de muziek het liefste met Juri, Rick en Matthijs. Ja, geweldig. Echt heel gaaf. Even kijken, jullie wouden dadelijk gelijk beginnen, geloof ik, hè? Een beetje op tijd. Ja, want anders luistert niemand meer naar de radio als jullie dat zijn. Dat is toch zonde? Ja. Dat is gewoon zo. Op een moment, niemand om 11:15 de radio aanzetten. Dat wordt zelf niet, ook niet. Dus ja. Maar ik denk dat we gewoon de muziek wat harder zetten, wordt vanzelf iedereen wakker. Dus. Ja. had jij ook nog een of andere vraag, hè? Toch iets? Of niet? Nee. Had jij er nog eentje? Nou ja, ik heb altijd wel vragen genoeg, maar ik bedoel... ik weet niet of ik dat kan. Nee, ik klap dat niet. We bewaren hem nog even staan. Ik bewaar hem. Ik ga jou verrassen. Oh, nee. Voor mij deze keer geen bericht. Nou, ik geef je, probeer even een beetje hint te geven. Ik ga dat... Ik even kijken of dat gaat lukken. dat denk wel dat gaat lukken. Mag ik al een beetje raden en dan warm of koud? Je hebt je koptelefoon op, want dan... Ja. Het heeft te maken met... Ja, dit... En verder is verklap ik eigenlijk niks. Nee. Daaruit is het voortgevloeid. Ja, ik denk dat we het daarbij moeten houden. Ja, voor de rest zeg ik lekker niks. Ik snap er helemaal over. Voor hetzelfde als dat ineens Martijn Carabé hierbij. Nou, niet nee, of Guus Meeuwis. Guus Meeuwis kan. Ja. Wat hebben we nog meer voor mogelijkheden? Ik denk dat we gewoon lekker moeten gaan draaien. Je maakt me een beetje bang nou, hè? Want vorig jaar nogal onaangenaam verrast, zeg maar. Dus. Nou ja, dat... Ik ga zo bijna zeggen, ga je in ieder geval vast klaarmaken? Dan gaan we zo meteen gewoon eventjes helemaal los. Draaien we nog even 1 lekkere plaat. Absoluut. En dan gaan we zo meteen nog betere hits draaien. Dus, En de verrassing... spannend, hè? Spannend, hè? Ja, heel spannend. Ik krijg er ook rode wangen van, merk ik. Ja, ik ben helemaal... Goed. Go. We gaan eventjes muziek draaien en dan gaan we dadelijk gaan we gelijk even naar de band luisteren. Yes? Top. Oké, tot zo. Tot zo. Dit is Link FM. Groot is de kans van slagen, wanneer je gedachten danst. Lang zal het...
bleef ik maar stil. En ik schreeuw en ik geel wat ik wil. Maar ze zegt hals over kop, is nooit voorop. Toch dit is wat ik wil. En daarom heb ik mijn hart op de top. Daarom
Thanks. Ik ben van The Voice Kids. Jullie kunnen me allemaal wel kennen. Ik ben in januari, of was het maart? Ik weet het niet meer. Ben ik uitgezonden en ben ik net als Mike tot de battles gekomen. En ik kom natuurlijk ook met Mike Nissen. En vanavond ben ik de gast en kom ik Mike en zijn band verrassen. Ja, de verrassing. Ik ben kapot geschrokken. Ik ben niet Guus. Als je dacht, maar... Nee, ik denk, ja, dat heel eerlijk, ik verwachtte nu echt dat de grond naar beneden zou komen en dat er allemaal, en dat er danseressen zouden, en ik weet ik het allemaal. Maar ik moet zeggen, ik had het niet verwacht, dus het is wel gelukt. Onlangs vanaf verrast, hè? Ja. Op een positieve manier. Oh, zeker, zeker, zeker. Oké, dat is fijn. Ja. Dus ik denk dat jullie dadelijk ook iets van een duet gaan doen? Ja. Ik denk dat we er even een plaatje schieten. Laten we even kijken wat we kunnen doen. Ja. Nou ja, kan altijd hoor. Ja, Lin. Ja, lukt wel, hè? Ja, natuurlijk. Mike, je hebt bij ons toch wel een heel speciaal plaats in ons hart. Het is zo erg. We hebben hiervoor, dat is, ik weet niet of je het kan zien, dat is een klein stukje grasveld hiervoor. Dat is naar hem vernoemd. Dat heet het Mike Oddfield. Zo. Je voelt je wel weer zeker. En komt Mike Oddfield. Een Indigo Wings parkeerplaats naast? Daar zijn we nog mee bezig. Okay. En een Lindy Koningsplekje misschien? Ja. Oké. Okay. We hebben een parkeerplaats gehad, dus eerlijk, we hebben nog kunnen nog zat namen wegdouwen, denk ik, hè Jan? Goed, we gaan even een plaatje draaien. Dan zijn we zo meteen bij je terug op de radio met een spetterend optreden van Mike Ott. Met alles erop en eraan. Dus ik laat me verrassen. Ja, gaan we doen. Nou ja, ik laat me ook verrassen. Oké, tot zo meteen. Was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. And I never dreamed that I'd love somebody like you. And no, I don't wanna fall in love. And no, I don't wanna fall in love with you. What a wicked thing you say to make me feel this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. Don't make me dream of you. And no, I don't wanna fall in love. And no, I don't wanna fall in love with you. On fire, no one could save me but you. And it's strange what desire makes foolish people do. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Love is only gonna break your heart. No, I-